blij dat ik dit mocht doen. En dan, ja, deze look is sowieso een heel ander Janine, dat vind ik wel leuk. Hè? Heel veel blond geweest in theater, vroeger. En er was een regisseur, Chris Betts, en die wou mij altijd blond. En die zei, jij bent een blond type. En ik heb Ierse roots, misschien had het dan meer ros moeten zijn. Mijn sproeten, dat klopt, mijn groene ogen kloppen. En ja, hij wou mij altijd blond. En dat deed ik dan ook. Ik liet dat ook verven. Eerst aftrekken en verven. Tot om de duur hadden ze mijn haar in hun hand. En dan hebben we dat niet meer gedaan. Maar dan werden het voor die regisseur wel blonde pruiken. Hoe is het met de verfilming? Dan moet je niet vragen om weg te gaan, denk ik. Dat nieuwe we buiten, denk ik. Ja. Mijn verborgen verlangen is, dat zal morgen gebeuren. Dat is heel de dag slapen. Want ik ben door de combinatie film en theater ben ik heel moe. Omdat dus ja, 2 uur en een half slaap is 3 uur, vandaag 4 uur en nu moet ik bijslapen.